Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door OG Clean Fuel. Jullie kennen elkaar? Bij deze, aangenaam. Ja. Een beetje hoog, ja. En gisteravond, vertel eens. Gisteravond, denk ik, de mensen hebben spannende wedstrijd kunnen zien. Leeuwarden goed gespeeld, verdiend, hard gewerkt en gewonnen. En jij, wat is jouw indruk gisteravond? Nou, ik denk dat heel dicht bij elkaar lag. Kansen over en weer. Leuke pot, attractief om te zien. Zeker ook voor het publiek. Een hoop gebeurd. En ja, ik denk dat het een mooie wedstrijd was. Hoe denk je over Leeuwarden? Want jullie zaten vorig jaar nog in de Benelieke. Leeuwarden komt van verder. Ik wens heel veel voor Leeuwarden, maar het team vind ik heel snel, goede schaatsers. Het knap team. En andersom, wat heb jij gisteren van Zoetermeer gezien? Ook snelle jongens. Goed ook in de omschakeling, kleine ruimtes. Wordt best veel geschoten, dus dat is best gevaarlijk. En wat dat betreft, Jorrit heeft ons gisteren ook goed gered. Ja, en zijn de spelers van Zoetermeer waarvan je in de kleedkamer hebt gezegd van die moeten we morgen in de gaten houden? Of anders? Nou ja, niet specifiek. Ik bedoel, we weten dat ze gevaarlijk zijn. En ik denk dat we ook uit de strafbank moeten blijven om ze geen powerplays te geven. Dat is heel belangrijk. En hoe is het andersom? Hebben jullie spelers van Leeuwarden gezien waarvan je denkt die moeten we toch anders gaan... Alle oneven nummers. Goed, ik heb een nummer die ik ervoor had, dus gaan we straks even kijken. Ja. Maar, want? Oh nee, niet zozeer dat oneven. Ik denk, Leeuwarden heeft een hele goede eerste lijn waar we voor moeten oppassen. We zijn gewaarschuwd. Ja, Jorrit, even over de straf van Brent Dijkster. Was het Brent Dijkster vorige week? Brent de Jong? Ja, Brent de Jong bedoel ik, ja. Ja. En die is teruggefloten, die straf. Die is ingetrokken. Ja, die is ingetrokken. Wat is er gebeurd? Ik weet niet wat er gebeurd is achter de schermen, maar ik denk dat het ook terecht is dat hij is ingetrokken. Ik bedoel, ik vond hem niet heel bijzonder als je hem terugkijkt. Wat ik heb gehoord is dat Ruben, onze technicus, veel materiaal heeft opgestuurd naar de bond. Of laten opsturen door de vereniging. En dat daarop de beslissing is herroepen. Nou ja, vaak kun je het dan nog net even wat beter zien. En dan weet je ook wanneer er opzet in het spel is en wat er daadwerkelijk gebeurt. Ja. En de scheidsrechter maakt een beslissing op het moment dat hij het ziet. En ja, dat gaat soms ook snel. Dus ja, wat dat gaat alleen maar mooi, denk ik. Hoe was het scheidsrechter gisteren? Pardon? Hoe was de scheidsrechter gisteren, het niveau? Geen idee, de scheidsrechters zijn altijd goed. Dat heb ik niet in de hand, zijn niet mee bezig. Ik wens jullie een fantastische wedstrijd en leuk dat iedereen er was. Dank u wel, veel plezier. Ja, dank je wel. Goeie wedstrijd. Leuk maar. Bedankt. Ja. 4-2 Leeuwarden. Ik heb hem digitaal gezien, net zoals denk ik meerdere in Leeuwarden. En wat dan met name opviel was gewoon een degelijke pot van Leeuwarden kant. Waar het eerst misschien even zoek is. Hè? Want ze staan beide gedeeld eerste in de competitie. En dan is het afwachten van wat zo'n wedstrijd gaat brengen. Die boven Zoetermeer, zij speelden vorig jaar nog Benelieke. Ja, klopt. Ik denk dat ze waarschijnlijk wel iets aan kwaliteit zullen hebben ingeboet. Maar wat gisteren met name opviel was het verhaal dat het in de passing, het pasenwerk, dat echt onder de maat bleef bij Zoetermeer. En daar heeft Leeuwarden denk ik heel netjes gebruik van gemaakt. Hey, jij bent de man van de statistieken. Wat heb je er vandaag uitgehaald over gisteren? waaruit blijkt onder andere dat het gewoon een degelijke winst is geweest. Dat heeft ermee te maken dat als je kijkt naar die statistieken, dan zie je heel duidelijk dat er 40 minuten heeft Leeuwarden de leiding gehad in de wedstrijd. En alleen in het begin was het zo, Zoetermeer kwam op voorsprong. Op dat moment moest Leeuwarden in achtervolging, komt aan het einde van de eerste periode langs zij. En daarna ook op voorsprong.
En de rest van de wedstrijd is dat niet meer in gevaar geweest. Ik weet het niet exact, maar volgens mij gaat de voorzitter van Leeuwarden, Pieter Poelsma, het afscheid aankondigen van Waling Dijkstra en de gebroeders Okkema. Daar staat heel wat jaartjes ijshockeyervaring, want Waling en ik zijn in dezelfde straat opgegroeid. En ik denk dat bij deze Leeuwarden jongen het ijshockeybloed sinds zijn 9e of zijn 10e door de aderen stroomt. En dat is een en al ijshockey. Hij heeft ook een heer meegespeeld. Ja, absoluut. Dus als je kijkt naar de carrière van Waling, die is eind jaren 80, nou, het zal rondom de jaren 90 geweest zijn, dat we 17, 18 waren. Toen zijn een aantal jongens naar Heerenveen gegaan, waar hij er een van is. En hij heeft uiteindelijk denk ik een jaar of 10 ook in het eerste van Heerenveen in de Eredivisie gespeeld. Landskampioenschappen meegemaakt, is ook een ex-international. Dus ja, wel echt een hele ervaren jongen. Ja, en ik heb Jelle Bakkema gevolgd vanaf het moment dat hij hier speelde. Ook een fantastische speler. Handling, stickhandling. Ja, Yildiz en Ludo. Ludo, ze spelen op het ogenblik spelen ze bij ons in het team. In de Warriors. Bij de Warriors, ja. Ja, nee, hele goede spelers. Maar naast hun ijshockeykwaliteiten die op het gebied van techniek. Ook nog een keer dat ze dienende spelers kunnen zijn. Ja. He, dat ze zich aanpassen in de groep. En ook aanpassen aan de wedstrijd. Dus ook de broers Okkema, hele fijne jongens. Had er voor Yildiz meer in gezeten? Dat is mijn mening. Want je vraagt naar mijn mening. Dat denk ik wel. Want volgens mij moet je echt wel een... niet het lievertje zijn. En Yildiz had wel eens harder voor. En zijn omgeving en voor hemzelf soms kunnen zijn. Dan had hij er misschien iets meer uit kunnen halen. Maar het is echt een jongen die met zoveel techniek en flair kan spelen. En volgens mij moeten we kijken naar wat iemand wel heeft. En als je kijkt hoe die jongens begonnen zijn. Want ze zijn op latere leeftijd begonnen. Hoe zij hun eigen carrière opgebouwd hebben, is het echt heel knap wat eigenlijk beide broers gedaan hebben. Ik heb hem een keer geïnterviewd voor een programma en toen zegt hij ook van, het is wel, je moet wel dedicated zijn. Volgens mij moet je absoluut dedicated zijn op een manier dat je zegt van, het is zo in de voorbereiding op het seizoen, moet ik gewoon echt zorgen dat ik, als ik op het ijs aankom, dat ik echt tegen het wedstrijd fit aan ben. Zodat ik in ieder geval puur bezig kan met wedstrijdritme opdoen. En niet meer conditioneel. Dus een heel deel van je basis leg je in de winter. Ja. En tijdens het seizoenjaar is natuurlijk vol focus. Met trainingen door de week. Leeuwarden traint 2 keer in de week. Ja. Volgens mij om 7 uur 's ochtends. Ja. En die jongens werken echt hard. Ja. Je was bezig met je analyse over gisteren. Je was volgens mij bij de tweede periode. Tweede periode, ja. Tweede periode was. Hebben ze het netjes hebben ze het uitgebouwd. Hun voorsprong. Naar uiteindelijk 4-2. Want in de derde periode is er niet meer gescoord. Nee. Wat in de derde periode heel erg opviel. Zijn met name de straffen die gemaakt werden van de Leeuwarden kant. Ja, maar dat was de vorige wedstrijd ook. Dat zou kunnen. Gisteren viel het echt op dat er... een aantal persoonlijke straffen tussen zaten. In de zin van misschien wel een beetje gebaseerd op frustratie. En Bartos die 2 keer een penalty van 2 minuten kreeg. Ferres die op een bepaald moment enigszins begrijpelijk het ook eventjes beu was. Maar al met al, Leeuwarden 8 keer met een man minder gestaan. En al die keren is het zo dat zij... dat ze wel de nul houden. Ja. Dus er is niet gescoord. Dus een hele mooie statistiek daarmee. Ja. En dat geeft vertrouwen voor de wedstrijd van vandaag. En die wedstrijd begint nu, wat denk je? Ik denk dat Leeuwarden met een solide pot gewoon hier de winst eruit gaat slepen. Oké, we beginnen met de vaste eerste lijn. Met Veres op het ijs en Van der Meulen. Dus we gaan het afwachten. We hopen er een mooie partij van te kunnen maken. Als verslaggever, maar ook als kijker natuurlijk. We hebben Jelle Bakkema hier.
Hartstikke leuk. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd net? Nou, we zijn net samen met Ludo en Waling Dijkstra benoemd tot eerlid van de club. Fantastisch. Dat is een hele mooie eer. Ja, dat is zowel voor het spelen als voor het vrijwilligerswerk waarschijnlijk. Ik denk voornamelijk voor het vrijwilligerswerk. Ja, Oké. Ja, veel. Je bent gestapt. Wat heeft IJshockey je gebracht? Mijn hoop. Ja, dat is een moeilijke vraag, maar het is altijd een hele mooie uitlaatklep geweest. En ik heb altijd heel erg genoten hier om in Leeuwarden te spelen. Hele mooie groep altijd gehad, leuk team. En we zijn eigenlijk elk jaar een stapje beter geworden. En dit is het resultaat. Ik had het er net met Robert over. En Robert die zegt, misschien was je wel eens iets te zacht voor jezelf. Robert, of niet? Ja, ik heb net gezegd, ik zeg Yildiz. Zo'n jongen die zo'n stylist en technicus is. Hè, maar misschien wel eens, omdat hij zo lang is. Ook het fysiek, de best wel eens hardering had kunnen gaan. Zowel voor hemzelf als voor medespelers. Tegelijkertijd is het zo dat, volgens mij heb jij het wel altijd van je techniek en je snelheid en je inzicht moeten hebben. Eerst één steekhandling. Nou, we zijn begonnen in de recreatie. Dus wij hebben eigenlijk de jeugd hebben wij nooit met bodychecks gespeeld. Dus dat is denk ik ook wel een reden waarom dat er nooit helemaal ingekomen is. Maar dan moet je het op een andere manier oplossen. Ja, dat is wel heel mooi dat je dat aangeeft. Want ik heb inderdaad ook aangegeven dat jullie begonnen zijn vanuit Drone Rijp met... jij noemt het recreatiehockey. Hè, maar jullie zijn ook relatief laat natuurlijk begonnen. En daarmee, dat is ook het verhaal waar we daarna op kwamen. Dat jij en je broer gewoon een hele mooie carrière gehad hebben. Hè, er zijn hier, we hebben nu gelukkig jeugd. Die zijn sommigen begonnen in een leeftijd van een jaar of 8. Waar jullie richting de 10 jaar ouder waren met het starten. Dus als je dan kijkt welk niveau bereikt is, is dat inderdaad des te knap. Ja. Hey, bedankt dat je er was. Ik zeg net tegen Robert, ik heb hem één keer geïnterviewd voor het programma. En toen zei hij, je moet voor IJshockey echt dedicated zijn. Dat klopt, ja. Ja, mooi was dat. Ja. Ja. Ja, nee, het vraagt een hoop. Er gaat veel tijd in zitten. Dus je moet wel bezeten zijn van het spel. Geniet van je avond en van je vrijwilliger van het jaar. Voor de rest van je leven. Dankjewel. Hey, erelid, dankjewel. Erelid ben je voor je leven, hè? Ja. Hey jongens, bedankt. Nou, dat was Jelle Akkerma. Hij is een paar keer in beeld geweest, denk ik. Ja. En we gaan natuurlijk verder met de IJshockey. We zijn er 4 minuten. Roman Meijzer, gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Wat een pad, hè? Wat 2 padden eigenlijk. Ja, zeker. Gisteren starten we wat slap en zo. Maar vandaag zijn we goed begonnen en hebben we het keurig netjes afgemaakt. We hebben echt 60 minuten gespeeld. Ja, over jezelf. Je komt er steeds beter in, hè? Ja, wel steeds beter. Ik kom ook steeds dichterbij. Puntjes maken en zo, maar het komt allemaal wel. Uiteindelijk hebben we het als team zijn heel goed gedaan vandaag. Maar afgelopen week ben je al op kamp geweest met de U19? Nee, met de U20. Afgelopen week ben ik op kamp geweest. Maandag tot donderdag. Donderdagavond hier weer getraind en vrijdag in Zoetermeer en vandaag hier weer. Ja, wat een wedstrijd en wat krijgen we veel ijstijd tegenwoordig? Ja, zeker weten. Ik ben ook weer zomaar voor getraind. Dus heeft wel de impact gehad. Nu weet ik dat je druk aan het trainen bent geweest deze zomer. Ja. Om sterker te worden, ook een beetje zwaarder te worden volgens mij. Nee, afvallen. Heel veel afvallen. Ja, heel veel afvallen. Het zijn meer spieren, Robert. Het is in ieder geval 1,5 spieren. Maar heb je er nu profijt van? Want ik zie eigenlijk een jongen die sneller beweegt. Ja. Maar ik zie ook een jongen die de fysieke heeft om het fysieke spel niet te hoeven schreeuwen. Ja, ontzettend. Het verschil merk je heel erg. Voor de zomer merkte ik gewoon dat ik minder explosief was, minder snel. Nu ik sneller ben, explosiever ben, veel sterker ben, ook in de battles en zo, merk ik wel dat ik heel veel profijt heb. En dat laat ze gewoon zien dat ik meer ijstijd krijg dan van het seizoen. Ja, je ziet het heel duidelijk terugkomen. En wat we volgens mij ook heel duidelijk zien is, de multi-inzetbaarheid. Want verdedigend doe jij je werk, maar ook in de aanval zien we je opduiken en gevaarlijke kansen creëren. Ook technisch, we hebben een paar fantastische acties van je gezien. Dat je een keer wegdraait en dat je een keer een bijna onmogelijke situatie dan nog op de goal kunt schieten. Ja. Ja, helaas mocht dat niet baten, maar uiteindelijk. We de winst te pakken, we plekken in de halve finale. En ik vind het verdiend, over 2 wedstrijden gezien. Waar hoop je op?
Ja, het is natuurlijk mooi als je die finale bereikt, maar weet je, dat wordt heel lastig natuurlijk. Want je speelt ook tegen Beneliga teams. Ja. En weet je, dat is wel weer een niveautje hoger natuurlijk. Ja, maar wie hoop je in de halve finale te treffen? Heerenveen natuurlijk. Heerenveen, daar hoopt iedereen op. Ja, dat is waar. Ja. Of misschien zelfs in de finale, dat zou helemaal of mooi finale, zijn. Om... Dat zou natuurlijk een mooi scenario zijn, dan ook nog winnen. Maar, Hey, en de U20, wat ga je doen? Geen idee nog. Ik heb de laatste voorselectietraining heb ik gehad en nu kijken of ik erbij zit of niet. Nou, fantastisch. We gaan je volgen. Dat doen we wel een beetje, ja. Maar we blijven je volgen. Ik heb nog, ik heb nog één laatste vraag aan jou. Wat we volgens mij gisteren, 4-2 de winst, ja. Of 2-4 moet ik eigenlijk zeggen, stonden jullie bovenaan. En als je kijkt, is het lastig om een beeld te krijgen wat je verwacht. Want ja, hoe sterk zijn ze? We hadden nog niet eerder tegen elkaar gespeeld. Wat was jouw beeld daarbij? Want eerst kwamen jullie achter. Ja. Vervolgens trekken jullie het heel duidelijk naar je toe. Klopt. Hoe gingen jullie na de wedstrijd de bus in? Zoetermeer kunnen verpakken? Ja, nou, na de wedstrijd ga je gewoon de bus in met het gevoel dat je de volgende dag gewoon nog 60 minuten moet spelen en dat alles nog kan gebeuren. Weet je, vandaag hebben we gewoon 60 minuten lang goed gespeeld en hebben gedomineerd. Ja. Ja, ik denk dat je het heel goed samenvat eigenlijk. Dat is ook wel goed. Dat geef ik steeds beter in te worden. Hey, bedankt dat je even bij ons kwam. We blijven je volgen en de groeten aan je vader. Komt goed. Hey, dankjewel. Hey, dankjewel, John. Ja. Nou, dat was het voor vanavond, Robert. Ik ga je bedanken voor deze fantastische samenwerking. Gaan we vast vaker doen. We gaan Ruben Vellinger bedanken voor de technische ondersteuning en vooral de technische leiding. En Emiel Rispers die heeft het camerawerk voor ons gedaan voor de eerste keer. En volgens mij heeft hij het fantastisch gedaan. Dankjewel allemaal. Fijne avond verder en bedankt voor het kijken. Wij vonden het weer fantastisch leuk om te doen. Tot volgende week. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door OG Clean Fuel.